De paar dagen lien koek zonder jas buiten staan, wie het haast zimmer. En nou, ik had de winterjas met me rond in, de sjaal om, want het viel koud aan op de wind. De zinnen weer van de middag wel bij, dat is dan nog noffelijk, maar het koude waar bloedt nog wel even. Want we krijgen zelfs een deltslag. Joen en vannacht bewolking. Uit een trogges ruin of lichte ruin. Een temperatuur om de beide zo'n 8 graden in mijn liefst. En dat komt vanwege die bewolking. En de wind komt nog altijd uit het westen tot noordwesten. En is matig ontkrachtig. De krachtige wind in het kustenwaardgebied. En dan morgen. We beginnen maar een beetje ruimer. In de midden komt de zinnen er nog even bij. En de temperaturen morgen. Ik denk dat we uitkomen tussen de 8 en de 10 graden. En de wind. Nou ja, die is wel matig ontkrachtig geweest. De krachtige wind. Nog altijd in het kustenwaardgebied. Het duwt stevig waaien uit noord-noordwest. En dan gaan we terug naar de snijn. Nee, eerst de nacht van sneeuw op snijn. Want die houdt temperaturen tussen de 0 en de plus 4. Vroeger stond de groen op een soort plakken. En snijn komt er bij meer bewolking. Bloedt het droog goed uit. De zinnen er even bij, vooral in het waardgebied. En de temperatuur zijn 9 of 10 graden. En de wien, die zullen snijn matig en vrij krachtig zijn. Ja, komt meestal iets uit het noordwesten waai. Kan letter wat noordelijk worden. Zullen we vooruit, dan komen we manjes in. Dat begint al in de nacht. En dan hak het door ruin en lichte ruin. Temperatuur op manje. Nou, samen de beide. 9 of 10 graden hinnen. En dan komen we op 10 uur met een paar buien, maar komen ze op hagel. We komen op 5 uur met een paar buien, een buikjes, met hagel. De zinnen erbij en deze dagen zijn 8 of 9 graden. In de nachten gaan we richting 0 plus 1, vroorstaande groen, koude nachten dus. Ja, ik dat kan nog in deze tijd met hier. We moeten morgen maar weer even in het waarschijn.